Welkom. Ik ga vanavond wat meer uitleg geven over Skyward Community. En ik hoop dat het voor jullie allemaal wat meer duidelijkheid gaat geven. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 gestart met investeren in het bedrijf van Juninski String Technologie. En sinds juni 2020 ben ik samen met een aantal collega's de leiders van Nederland om de mensen daar wat meer uitleg te geven over wat Juninski String Technologie betekent en Skyward Community, wat die voor Juninski String Technologie doet. Want zoals we allemaal weten, is het milieu een groot hangijzer. En dat is niet alleen voor de vervuiling voor dieren, maar natuurlijk ook voor mensen. Want de lucht die is wordt ook heel vlug, heel slecht. Maar ook in alle landen heeft elk land wel zijn problemen. Is het niet meer in de lucht, dan is het op de grond of wat dan ook. En daar moet iets aan gedaan worden. En wat kun je eraan doen? Ja, om wegen telkens weer vrij te maken van zand is ook moeilijk. Maar ook tussen tsunamis of die soort dingen is allemaal een beetje lastig op een weg. Maar Juninski, de heer Anatoly Juninski, die heeft iets nieuws ontdekt. En zoals u op dit plaatje ziet, zit u boven de grond. Dan staat iets op pilaren en dan boven de grond is een wegdek. En dan heb je op de grond geen last meer van files. Ook geen last meer voor dieren dat er auto's zijn, dat hun trekroutes geblokkeerd worden. Dus dat is allemaal van een heel andere orde. En dan kunnen dieren op de grond leven, de planten kunnen leven. De luchtkwaliteit wordt heel erg verbeterd, want de uitstoot is heel anders. Dat krijgt u in het vervolg van deze avond nog wel te horen. Alles bij elkaar zal het ons leven veel meer kwaliteit gaan geven. Anatoly Juninski heeft daar 40 jaar geleden aangezien. En om een beetje uit te leggen wie hij is, komt hierna wel meer aan de orde, maar vooral om te laten zien wat hij gebouwd heeft. Hier zie je in een van zijn testparken dat hij vervoermiddelen heeft gebouwd die geen fossiele grondstoffen gebruiken, die hun eigen energie opwekken. Dat is heel geweldig. Dit is Anatoly Juninski. Hij is begonnen 40 jaar geleden met een vrachtauto, linksonder op het scherm zie je dat, die vrachtauto die op een rails naar boven reed. En inmiddels 40 jaar verder is hij linksboven het plaatje, heeft hij een high-speed unibus ontworpen die meer dan 500 kilometer per uur kan gaan. De meeste wagons die hij heeft kunnen 150 kilometer per uur. Je kunt dus snel van A naar B reizen zonder files. Om even wat uitleg te geven, Juninski String Technologie is een internationaal ingenieursbureau dat zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en certificeren van hoge snelheid stads- en goederentransportsystemen. En Skyward Community is een internationaal durfkapitaalplatform dat investeert in Juninski String Technologie. Het trekt investeringen aan, zo moet ik het eigenlijk zeggen, voor Juninski String Technologie. Daarmee worden aandelen geformaliseerd en die worden via een converteerbare leningsregeling aan mensen gegeven. Kort gezegd is een converteerbare lening een lening die omgezet kan worden naar aandelen in een bedrijf. Nou zijn we sinds kort, hebben we een mooier uitleg ook van welke takken dat er allemaal door hem eigenlijk verbeterd kunnen gaan worden. En dat linksboven begint dan met de bio-energie, de U-energie. Rechtsboven zie je de landbouw, de vruchtbare grond. Hij heeft een vruchtbare grond eigenlijk ontwikkeld die de zelfs in woestijnen weer eigenlijk groen kan laten groeien. Dan heb je links onder de lineaire cities. Hij kan steden bouwen met daaromheen woonhuizen die ook milieuvriendelijk zijn en eigen energie opwekken. En rechts het transport. En vandaag ga ik het hebben over het transport. Alle andere dingen is ook weer veel te veel om uitleg te geven. En het transport, daar is hij als eerste mee begonnen. En later zijn alle andere dingen er nog bijgekomen. En zo werd eigenlijk wat hij in 2014 omschreven had als het transport, is door de tijd heen groter geworden en zijn er meer dingen bijgekomen. We gaan daarom ook alles in andere kleuren verwerken in de toekomst. En dan zie je de drie basiskleuren. Blauw, violet en groen. En dat elk van de kleuren heeft hun eigen kant van uitleg om trainingen te geven. Maar het belangrijkste, de modellen die ontwikkeld worden. Dan zie je hier alle modellen die zijn voor het vervoer voor passagiers. En hier in het midden komen de andere modellen bij en dat is voor vervoer voor de industrie. Heel veel verschillende modellen zijn er gemaakt. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar dat ken ik al. Want
In Duitsland hebben ze ook al zoiets. En ook in China. En dan kan ik u even uitleg geven. Dat is inderdaad een tram. Zoals wij die op de grond hebben. Maar hier hebben ze de wielen aan de bovenkant gemaakt. Maar verder is er geen verschil. Dus de uitstoot van de schadelijke stoffen is nog hetzelfde. En wat Chinese stringtechnologie heeft, heeft de uitstoot niet. Maar nou zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar ook in de skigebieden, daar hebben we daar ook al zoveel gezien. Dat klopt, maar dat zijn kabelbanen. En kabelbanen, het woord zegt het al, dan wordt er wel gewoon aan een kabel voortgetrokken. Die kunnen nooit geen snelheid tot 150 of 500 kilometer per uur halen. Als we een uitleg geven hoe het gebouwd gaat worden. Van, je maakt normaal, als je een rail aan gaat leggen, een spoorrail, eigenlijk een aardoppervlak wat je dan van A naar B glad gaat maken. Dus de dieren die daar leven in die rivier of meer of in die bergen, die moeten verhuizen. Is niet leuk. Dan komt er een transport overheen voor een treinwagon te bouwen. Je ziet gestringtechnologie doet het anders. Die maakt in de wegbeddingen of in de bergen, zet die palen, pilaren. En daar overheen worden kabels gespannen. Die kabels worden aan het einde vastgezet. Maar die bekabeling, daar kunnen de wagons over gaan rijden. En die bekabeling die wordt vastgezet, zoals in het klein bij moet je meer zien als een gitaar. Kun je ook de spanning veranderen. En dat is hier ook. Zij kunnen dus die spanning veranderen. Dan omhullen ze het met een harde constructie. En dan kunnen er zwaarder vervoer kan er overheen. Maar op de lichte constructie, die ook een beetje doorhangend kan zijn, daar kunnen iets lichtere voertuigen overheen. Maar om het nog wat beter te doen, kunnen ze ook zorgen dat de capaciteit beter is. Door niet één lange trein te maken, maar korte wagons. Zodat de belasting op zo'n spoortraject ook minder is. Dan kan er ook meer overheen. Dan zie je ook de wielen. Dat is een staal-op-staal wrijving. En daardoor wordt er ook minder energie verbruikt, maar ook energie meer opgewekt. En al die voorgespannen draden, dan zie je rechts op het plaatje, dan zie je die bekabeling, die 6 kabels, die liggen in een polymeeroplossing. En dat is ervoor dat er geen roestvorming kan optreden. Zo wordt dus ook de bekabeling die ergens is, beschermd door de polymeeroplossing, maar ook verder voor andere milieuvriendelijke of onvriendelijke invloeden. Dan zijn er ook nog beschermende maatregelen voor ontsporing. Als je links op het plaatje kijkt, in die twee oranje plaatjes, rondjes, dan zie je daar dat er een tegenwerking is gemaakt. Dat wielen die er boven over de rail heen gaan, aan de eronder links rechts, in de rail kan blijven. Door te zorgen dat hij niet kan ontsporen. Rechts in het midden zie je het plaatje in het echt, hoe het in zijn wagon is. Dan zie je de wielen bovenin en eronder dwars het ontsporingssysteem. Dus hebben ze heel mooi gemaakt. En ook het energieverbruik kunnen ze beter verminderen. Want bij een auto is de werveling achter de auto, die zorgt ervoor dat een auto de snelheid vermindert. Die houdt wat tegen. Kan hij nooit zijn volle snelheid halen. Als je naar rechts bij het plaatje kijkt van de Uniflash, die is in de windtunnel getest en dan gaat de wind er boven en onder langs. En die heeft achter geen werveling, omdat die ook weer vloeiend weggaat. Dat is een groot verschil, kan je meer snelheid ontwikkelen. En wat kan Anatoly Gnitsky hiermee bereiken? Nou, ten eerste een beter leefmilieu voor dieren. Het transport zal zeker versneld worden, want er zijn totaal geen files meer. Die zijn weg. En alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. Heel belangrijk. Maar ze hebben ook een eigen opleidingscentrum hiervoor, want deze technologie is heel anders als wat leerlingen tegenwoordig geleerd hebben. En daardoor heeft hij contact met universiteit en hogescholen. En er zijn inmiddels leerlingen die hiervoor aan het studeren zijn en zelfs leerlingen die afgestudeerd zijn. Rechtsonder op het plaatje zie je een aantal leerlingen die in het Ecotechnopark zijn, in het Houtenhuis, waar een opstelling staat van de rails in het klein, hoe dat het allemaal werkt. En daar krijgen leerlingen les van. Wat is er ontwikkeld? Verschillende spoorstructuren. De bovenste is een doorhangende, lichte spoorstructuur. De middelste is een enkele stijve spoorstructuur. En de onderste is een dubbele stijve spoorstructuur. En elk van deze heeft natuurlijk zijn eigen taken om te zorgen dat er een wagon overheen kan.
Als je rechts onder op het plaatje kijkt, dat is een afbeelding, een foto van de lichte spoorstructuur die doorhangend is, zoals het bovenste tekeningetje op het plaatje. En dan zie je hoe smal dat die rails zijn en dat daar 3 of 4 bekabelingen in zitten. Maar daar kan de wagon overheen rijden en die is zo sterk dat die gewoon heel veel mensen ook nog kan houden. En het wordt altijd getest met veel zwaardere belading erin als wat nodig is. Dus dit is zeker goed. En linksonder zie je een plaatje van de harde spoorstructuur. Sorry. Maar alvorens ze de markt betreden, moet elk voertuig getest worden. En als het goedgekeurd is, dan krijgen ze daar een certificaat voor. En het doel hiervoor is dat ze de stijfheid en de flexibele spoorstructuur kunnen testen. De temperatuurimpact wordt getest en ook het spanningsbereik. En ook de duurzaamheid van de flexibele rail. Dus er wordt alles op getest. En dan ook nog in koud klimaat en in warm klimaat. Dit zijn een aantal patenten en onderscheidingen die hij al gekregen heeft. En hier zie je ook nog een certificaat dat hij een van de experts was in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Dat was in 2019. En hij heeft in 16 februari 2018 zelfs een certificaat gekregen voor van de Internationale Association of Public Transport. En dat is de UITP. En dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit ongeveer 96 landen. Nou, dat is heel knap als je dat wereldwijd, dat je daarbij hoort. En dat je zo'n certificaat hebt gekregen. Geweldig. Maar dan zijn er mensen die technisch zijn en die zeggen, ja, maar ik wil er iets meer van weten. Want ik snap het van de techniek allemaal, maar dit kan niet. Nou, het kan wel. En er is een speciale site waar je dan naartoe kunt gaan om te kijken, uninsky.engineer. En dan kun je alle technische informatie lezen. Techneuten kunnen zich hier lekker mee bezig gaan houden. Wie er geen zin in heeft, die kan naar een andere website gaan. En dan wordt alles een beetje omschreven en in makkelijker taal uitgelegd. En wij hoeven niet al die formules te weten. Hier zie je alle modellen die ontwikkeld zijn. Er zijn verschillende modellen ontwikkeld van 2 tot 25 of 60 personen. En rechtsonder zie je het laatste model wat ontwikkeld is. Die is sinds kort ontwikkeld voor een bepaald land. En die kan een 16 of 25, weet ik niet meer precies, mensen in ieder geval vervoeren. Dat is een goedkopere versie van de dure die links zijn. Links in het rijtje staan best luxe uitgevoerde modellen. Dat was op aanvraag ook van de Verenigde Arabische Emiraten. Maar nu is er een land die zegt, wij zijn niet zo rijk. Wij willen mensen zo goedkoop mogelijk vervoeren en in een wel een goed vervoermiddel. Nou, dat hebben ze rechtsonder dus gemaakt. Al deze modellen kunnen tot 150 km per uur halen. En dan heb je hier de modellen voor de industrie. En dan heb je ook een transportband, maar er is ook een container voor. En de transportband werkt eigenlijk zo. Die komt vanuit een delfplaats waar ze ergens de grondstoffen delven. Kan op de transportband en kan naar de plaats waar de fabrieken staan om het verder te gaan verwerken. Nou zijn er 2 prioriteitsrichtingen. En het ene is voor personenvervoer met 25 zitplaatsen. En de andere is voor de industrie, voor containervervoer. En hier zie je het kantoor, waar de mensen linksboven zitten te werken in het kantoor. Rechtsboven zie je het allerlaatste nieuwe kantoor wat betrokken is. En links, rechtsonder zie je de allereerste fabriek waar ze begonnen zijn. En waar ze nog steeds aan het werken zijn. En dit is het park wat ze als eerste als grond hebben gekregen om dit te gaan ontwikkelen in Belarus. En dat was in 2015. En het was een oud vervuild militair terrein. Want hij zei dat hij de grond kon verbeteren en alles meer. Dan hebben ze daar waarschijnlijk gedacht, nou dan ga je gang hier. En wat is het nu geworden? In 2019 zag het er zo uit. Als je dan kijkt, een groot verschil. Je ziet ook achterin die vijver. En ik heb zo meteen hier een naplaatje dat het inmiddels een foto is vanaf de vijver naar de voorkant toe. En dan zie je dat daar ook een heel park ontwikkeld is. Maar dat hebben we heel lang niet gezien. Sinds kort, toen mensen uit Vietnam zijn wezen kijken, heb ik het in een filmpje gevonden. En dat zie je eigenlijk hier. Dan zie je onderin ook de vijver, maar rechts ervan allemaal huisjes.
En rechtsboven zie je iemand, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat park is ontwikkeld om ook die vijver, er zitten grote vissen. Welke weet ik niet, misschien verschillende. Maar mensen die van vissen houden, kunnen daar ook een huisje huren. Dat huisje is helemaal zelfvoorzienend. En die kunnen daar op vakantie en ook mee vissen. Geweldig mooi om te zien. Maar dan zeggen heel veel mensen, ja, maar als je zo hoog in de lucht bent en dan op een gegeven moment valt zo'n wagon stil, hoe moet je dan verder? Nou, geen probleem. Als je rechtsonder op een plaatje ziet, dan zie je dat elke wagon een soort koppeling heeft. En op het moment, als er een wagon stil zou staan, dan kunnen ze elkaar aankoppelen om naar het volgende station te brengen. Maar ook in de wagon zitten hulpmiddelen om eventueel uit te kunnen stappen. Makkelijk gezegd, maar Earl heeft daar een betere uitleg voor. Volgende week moet je dan luisteren. En nu gaan we even verder naar de Verenigde Arabische Emiraten. Want er is ook een hoop informatie over. Want deze sheiks, die hebben in april 2018, hebben die op een beurs, want beurzen zijn belangrijk, hebben ze daar de wagon van Juninski gezien. Dat vonden ze geweldig. En ze zijn meteen in gesprek gegaan, want ze wilden het ook in de Emiraten. Want zij zagen de potentie ervan. En ze hebben in september 2018 al handtekeningen gezet, waren alle gesprekken rond. En handtekeningen gezet om hem ook in de Verenigde Arabische Emiraten een stuk grond te geven. Zodat hij ook voor warm klimaat alles kon gaan testen. Want testen is heel erg belangrijk op het moment als je ergens mensen en passagiers wilt gaan vervoeren. En dat is de grond rechtsonder, zie je dat? Gewoon helemaal onderontwikkeld nog. En ze hebben wel bij de auto's, daar zie je een paar mensen staan. Daar hebben ze de officiële opening verricht. En toen is ook Anatoly Juninski hier begonnen met bouwen. En het eerste traject wat ze klaar hadden was een 400 meter lange baan. En daar hebben ze het station erachterin, was nog niet klaar. En toen zijn ze al kunnen gaan testen om zo snel mogelijk een jaar lang van 's morgens vroeg tot 's avonds laat data te kunnen verzamelen om te zorgen dat ze certificeringen kregen om mensen te mogen vervoeren. En hier zie je wat er gebouwd is. Linksboven zie je al het houten ecohuis met een mooie rondonde ervoor. In het midden zie je de begroeiing. Eerst de kleine begroeiing en onderin het midden zie je hoe groot het op dit moment al begroeid is. En verder zie je nog een aantal plaatjes meer van stations. Hier zie je de instation rechtsonder, een grote foto. Heel luxe gemaakt allemaal. En daaromheen zie je wagons testen. En rechtsboven zie je dat ze op het station van lijn 2 en 4 aan het bouwen zijn. Om daar de 2,5 kilometer baan in gereedheid te krijgen. Om daar ook mee te kunnen gaan testen. En er zijn drie bouwbedrijven mee bezig. En hier zie je hoe dat ze bezig zijn om al die bekabeling te maken en alles eromheen. Ik heb gewoon een heel aantal foto's hiervan. Dan kun je zien hoe hard dat ze eraan het werken zijn. Linksboven ook weer zie je de bekabeling nog gelegd worden. En rechtsboven zie je dat de bekabeling al naar boven getrokken wordt om op zijn plek te laten hangen. Hier nog een aantal foto's waar ze aan het werken zijn. Hier ook nog. Super mooi om allemaal te zien. En hier ook nog. Dan zie je rechtsonder dat de bekabeling in de omhulsel gelegd wordt. Hier met allerlei machines hoe ze mogen aan het werken zijn. En hier is er een tv-programma, die heeft Emirati TV, die heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vertellen hoe goed het allemaal is en wat ze in 4 jaar bereikt hebben. En ze hebben ook de problemen opgelost met de stationsonderhoud, ketting, railviaducten, geautomatiseerd systeembeheer, nutsvoorziening en andere bouwstenen wat ze nodig hebben, zijn allemaal opgelost om straks ook hun certificering te krijgen. Er worden niet alleen testbanen gebouwd, maar ook het innovatieve technologieplatform en alle bijbehorende infrastructuur, die moet getest worden. Dus het is niet alleen de bekabeling die getest wordt, waar de wagon overheen gaat, maar alles eromheen. Want normaal, als je een auto bouwt, dan heb je alleen een auto die gebouwd hoeft te worden. Je hoeft geen weg aan te leggen, geen viaduct, al die soort dingen. Geen stations, zoals met treinen. Nee, je hoeft alleen de auto te maken. Hier moet alles. En alles moet goedgekeurd zijn, dus er is best wel verschrikkelijk veel werk om dit allemaal te doen. Sinds 2014 ontwerpbouwde en certificeert Juninski deze overheidstransportsystemen. En in het voorjaar van dit jaar kondigden ze aan dat ze overgingen van de ontwerp-, test- en certificeringsfase naar serieproductie en open commerciële verkoop op de internationale markt. En zo meteen kun je ook wel zien waar ze allemaal al gesprekken hebben of verkocht hebben. Hier zie je de productiehal en links,
de twee plaatjes. Dat is dat model wat het laatste gemaakt is. Dat hebben ze gebouwd en dat is nu vervoerd naar een park om daar getest te worden. En hier hebben we de toegangsweg in de Verenigde Arabische Emiraten om daar eventueel naar het houten ecohuis te gaan. En je ziet tussen die twee mannen in, zie een auto, een klein autootje, die rijdt daar de toegangsweg uit. En achter die auto, daar zie je het houten ecohuis. En heel veel mensen zeggen, ja, maar hoe zit het dan met opvolging? Want Anatoly Yudinsky is best wel oud. Dat klopt, maar rechts naast hem, daar staat zijn zoon. Dus dat is voor gezorgd. En certificering heb je nodig. Certificering voor warm klimaat. En ook voor koud klimaat hebben ze natuurlijk ook. Er moet dan voldaan worden aan alle veiligheidsnormen van de spoorstructuur. En ze zijn ervoor geslaagd en nu wordt voldaan aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En dat zal het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld heel erg vereenvoudigen. Yudinsky Stringtechnologie is nu geschikt om de wereldmarkt te betreden en klanten van zijn hoge kwaliteit aan te bieden. Yudinsky heeft ook meegedaan aan de aanbesteding voor de RTA om op korte termijn sporen te bouwen. En hij zei destijds, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt U-Sky de beste oplossing voor Dubai, maar het is aan hen om te beslissen. Inmiddels weten we dat de aanbesteding is gewonnen door Yudinsky. Maar naast Yudinsky waren er ook nog bedrijven uit China, de VS, Israël en Frankrijk betrokken bij deze competitie. En Sharia bekijkt ook een voorgestelde lijn om de belangrijke stad te verbinden met de oostkust van Korfakkan. Want daar hebben ze ook een haven. En vanuit de haven kan er dan altijd meteen rechtstreeks naar het vliegveld en naar de haven vervoer geregeld worden. En Yudinsky heeft ook nog een ontwerp ingediend om in de stad Korfakkan een systeem aan te leggen van vervoer. En in Dubai dan? Gaan we naar Dubai? Want van het vliegveld van Dubai naar boven is Sharjah. En van allebei de vliegvelden naar de haven links, daar wordt ook over gesproken. Zullen we verder nog niks van te horen krijgen. Er wordt alleen verteld over de traject in Dubai. Maar deze trajecten gaan achter de schermen ook door. En hier zie je dat Oleg Sharevsky, die is de woordvoerder in de Verenigde Arabische Emiraten, dat hij al laat zien waar de stations allemaal komen. En de voordelen, we hoeven straks deze logistieke problemen niet meer te hebben. Die worden opgelost. Want mensen kunnen telkens meteen in een wagon instappen. En daardoor zullen later lostijden aanzienlijk worden verkort. De minimale grondwerving is er nodig. En ook geen dure terminals voor overstarten en zetten van de containers. De transportsystemen worden onderscheiden door de hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, hoge mate van veiligheid in de personen- en het vrachtvervoer. Het is bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen, betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En wat het milieu betreft, de verhoogde route is goed voor de biodiversiteit van de natuurgebieden en deze baan vernietigt geen vruchtbare grond en ook de vegetatie die erop groeit wordt niet vernietigd. En ook de trekroutes voor dieren worden niet geblokkeerd. Als je dan kijkt wat de kosten zijn voor aanleg van andere vervoerssystemen, dan zie je dat de gemiddelde kosten voor de aanleg van een hoge snelheidsweg ongeveer 30 miljoen per kilometer per jaar kost. Dat is gigantisch veel, moet je nagaan. En dat kost ook nog het onderhoud per kilometer $100.000 per kilometer. Heel veel. De Hyperloop gaat ook meer kosten, want ze verwachten dat die ongeveer 50 miljoen per kilometer gaat kosten. Maar dat is nog niet in praktijk gebracht, het is nog niet gebouwd. En we weten allemaal, de kosten dan altijd hoger worden. Dus dat is nog afwachten wat nog meer. Een kilometer metro kan tot 150 miljoen kosten. Maar als je dan kijkt naar hetzelfde deel van Yudinsky Stringtechnologie, en dan zal die gemiddeld ongeveer 10 miljoen zijn. En de kosten voor aanleg zullen ongeveer tussen 1 en 15 miljoen zijn. En als je dan kijkt, is het gemiddeld ongeveer 10 miljoen. Het zal heel de industrie ook fundamenteel helemaal gaan veranderen. Nou is er ook samenwerking met partners. Er zijn veel bedrijven bij betrokken, maar een belangrijke die ik vind is collega's uit ons buurland, België. En dat is het bedrijf Bekaert. Bekaert levert alle bekabelingen voor de strings. En die zie je overal liggen. Kijk, hier zie je de ondergrond in steentjes. En de vorige, zal ik even teruggaan, daar zie je hem staan in linksonder
in het zand van de Emiraten. En ze op allebei de parken wordt het geleverd. En ze kunnen ook alles leveren voor de trajecten in de landen. Ze zitten in zoveel landen. En hier zie je dat. Een briefje wat op elke rol ligt. En dan zie je Disney Stringtechnologie en B-kaart. Dat het echt vanaf de firma B-kaart naar je Disney Stringtechnologie wordt verzonden. En dat ze op elke rol zitten. Hier zie je een foto van het bouwproces wat ze nu vanuit de stations aan het bouwen zijn. De bekabeling 2,5 kilometer naar het andere station om hier de test te kunnen gaan doen voor de snelheid tot 150 kilometer per uur te kunnen halen. En bij de pijllink zie je dat daar de bekabeling ligt van de firma B-kaart. Als je dan kijkt wat het project is, wat er allemaal gerealiseerd is. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar het duurt zo lang. We zijn al zo lang bezig. We zitten hier al vanaf 2016 in en er is nog helemaal niks geregeld. Hoe kan dat dan? Dat klopt toch niet? Maar als je dan kijkt, in 2015 hebben ze een stuk grond gekregen. In 2016 was het eerste model was klaar om te bouwen. In 2017 nog twee meer. In 2018 zijn de Arabieren erbij gekomen om te gaan testen in het warme klimaat. In 2019 was al het eerste traject klaar. En in 2020 is de hoge snelheidsbegon erbij gekomen. En in 2021, tijdens de pandemie, hebben ze zelfs de Unicont ontwikkeld, de container. Dat was helemaal niet de bedoeling toen ze het in 2014 allemaal opgeschreven hebben. En dan wat ik straks in het begin zei, dat plaatje met de grond en met alle andere dingen die ze ook ontwikkeld hebben met de bouw van, heet het nou, van die trajecten voor woningen, woonhuizen en alles meer. Dan zie je dat er veel en veel meer bij ze komen en dat ze hun dingen die ze gezegd hebben echt wel aan het waarmaken zijn. Even het volgende plaatje, even overstappen, ja. Nou, er is ook media-aandacht vanuit de verschillende media. CNN die had het als eerste reporter rechtsboven, die had gevraagd om mocht te komen kijken, die had het te horen gekregen. CNN heeft het geplaatst en toen dezelfde dag nog zijn heel veel andere technische bedrijven, of zoals Fox News en zo, die hebben ook allemaal een stukje ervan bekendgemaakt. Echt uit die film van hem hebben ze stukjes gehaald. Heel mooi. Als je dan kijkt naar het bedrijf, Blad, moet ik zeggen, Constructie Week, rechtsonder, die heeft ook aandacht eraan besteed. En normaal zetten ze ergens een artikeltje. Maar hier sta je op de voorpagina en de binnenpagina hebben ze meerdere pagina's aangeweid om helemaal uit te leggen wat het is. Zeer geweldig. Maar ook de Hyperloop. Dat is ook heel mooi, want daar hebben ze ook over geschreven. Zij schreven bijvoorbeeld, Disney Stringtechnologie heeft Virgin Hyperloop verslagen. Ik dacht, wat is dat nou? Maar dan schrijven ze, het ingenieurbureau, Disney Stringtechnologie, gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Virgin Hyperloop het idee van passagiersvervoer verlaat. Dat is wel heel speciaal nieuws. Ze kondigden destijds aan dat het vacuümreizen voor passagierscapsules dat ze die gingen bouwen in zeer lage drukbuizen met snelheden van meer dan 1000 kilometer. De media was best wel enthousiast en bespraken het idee, maar ook eventueel de problemen, want ze twijfelden daar ook wel een beetje aan. En nog niet zo lang geleden maakte het moederbedrijf Virgin Hyperloop bekend dat ze het idee van personenvervoer hebben losgelaten en dat ze helemaal overgestapt waren op het goederentransport. En toen schreef het blad, dat juridische stringtechnologie, ook al was er COVID-19, dat het voor hun geen belemmering was. En dat ze hun activiteiten ook moeilijk hebben moeten maken, tegengewerkt zullen zijn, dat ze ondanks dat toch hun plannen niet opgegeven hebben en ze verder zijn gegaan. En ze schrijven, op basis van de manier waarop juridische stringtechnologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat de transport- en infrastructuurcomplexen van een bedrijf van juridische stringtechnologie een meer levensvatbare oplossing kan zijn dan het overschatte project van Virgin Hyperloop. Nou zijn er natuurlijk wel andere organisaties die nog wel daarmee bezig zijn, want Virgin heeft geen patent aangevraagd, dus iedereen kon het nagaan bouwen om eventueel dit over de wereld verder aan elkaar te koppelen. Maar als je ziet wat het allemaal kost, dan zal je Disney Stringtechnologie er wel beter uitkomen. Ze schrijven dus dat je Disney Stringtechnologie een alternatief transport heeft ontwikkeld en dat er een betere versie is dan de Hyperloop. En ze hebben meteen na die bekendmaking ook aangekondigd dat ze commerciële projecten gaan starten.
Het ging allemaal wel heel snel. Er zijn inmiddels veel landen die al testritten zijn komen maken en die enthousiast zijn. Onder andere Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho. En landen die al verder zijn in gesprek, of nog verder, dat zijn Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Brazilië, Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador. En er zijn vele opties om samenwerkingsverbanden aan te gaan met elkaar. Als je hier kijkt, dit is binnen in het Ecohuis in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze hebben dit niet gebouwd op de beurs die er toen was, de Expo-beurs. Die zou maar een half jaar zijn. Die is inmiddels al gestopt, maar hier zijn ze... In het Ecohuis kunnen ze het nog altijd laten zien. En als je dan kijkt, bovenin zie je de flexibele lijn, de bovenste pijl. Daar zit een wagon in rijdt. Maar onderin, bij die groene pijl, daar heb je de U-flash. En die is de dubbele. En daar wist ik eigenlijk helemaal niks van. Maar ik heb inmiddels informatie gevonden dat ze patent gekregen hebben. En dan zie je dat ze al op 8 mei 2020 patent hebben gekregen voor de bouw van deze dubbele wagon. Hebben verder nog niks van gezien. Maar dan zie je dat er achter de schermen meer ontwikkeld wordt als wat wij weten. Dus we zullen in de toekomst hier ook nog wel meer van gaan horen. Nou zijn er al veel delegaties geweest die zijn komen kijken. En hier heb je onder andere een delegatie uit Zwitserland. Die zijn ook verder in gesprek al. Hier uit India zijn ook al verder met gesprekken. En zoals meer landen. Hier heb je nog meer foto's van India. En hier heb je de Filipijnen. Dan zie je ook dat ze in het zenuwcentrum zijn, het middencentrum, waar ze alles via de monitoren kunnen volgen wat er in en om de stations en in de wagons gebeurt. Hier heb je de mensen uit Paraguay, Brazilië. Dit zijn overheidsfunctionarissen, burgemeesters en ondernemers uit Brazilië. Als je dan even nadenkt, overheidsfunctionarissen, burgemeesters. Wat wil dat zeggen? Dat burgemeesters uit verschillende steden moeten komen kijken of ze het door hun stad willen laten lopen. En dan zie je ondernemers. Waarom komen ondernemers kijken? Die zullen wel moeten weten hoe er gebouwd moet worden. Dus de gesprekken lopen al veel verder als wij denken. Hier heb je Vietnam. En dan zie je rechts daar iemand zitten. Dat is Vladimir Maslov. En die heeft in Vietnam het... bedrijf Vietransnet ontwikkeld om speciaal voor Vietnam daar alles te kunnen gaan bouwen. Meer weten we nog niet. Korea. En hier bespreken ze mensen uit El Salvador hoe dat de snaartransport in hun land ingevoerd kan worden. En hier uit Rwanda. Dit is de ambassadeur van Rwanda. En die zijn lid, ook de circulair is erbij. Akka Manzi, en die is lid van het kabinet van Rwanda, dus echt hooggeplaatste mensen die komen. En hier zie je uit Kirzingen, rechts, daar zit een dame, dat is Sarapat Masitova, als ik het goed zeg. En die is directeur van twee bouwbedrijven in Kirzingen. En waarom komt een directeur, krijgt hij speciaal een uitleg van Anatoly Jedinski. Anatoly Jedinski komt alleen maar voort met mensen praten, als er echt werkzaamheden gedaan kunnen worden, als het echt belangrijk is. Dan komt Anatoly in beeld. En hier is deze dame bij hem. Dat wil ook heel veel zeggen. Ik heb inmiddels mensen gesproken toen wij in Turkije waren. En mensen uit Kirzingen. En die vertellen ons ook dat daar heel veel gebouwd en gesproken gaat worden. Dan hebben we hier openbaar vervoerproject voor Rwanda. En ingenieurs en specialisten uit Rwanda gaan naar het testcentrum zijn die komen kijken. En die hebben daar de presentatie gekregen van twee verschillende modellen. De Unilight en de Unicar. En dat zijn de belangrijkste modellen die gebruikt gaan worden voor hen. En hier zie je het model nog voor Rwanda wat afgeleid is van die modellen. Maar dan in een goedkopere versie. En dat wil zeggen dat mensen gewoon op de zo goedkope manier de kaartjes kunnen kopen om te vervoeren. En dit is de koning van Lesotho. Die hebben wij gezien toen wij hier in het park waren in de Verenigde Arabische Emiraten. Wij wisten toen op dat moment niet wie er was. Maar later herkenden wij de personen rechts op het plaatje aan hun kleding. Dat wij zagen, die zijn toen ook in het park geweest toen wij er waren.
En Lesotho, die ligt midden in Zuid-Afrika. En dat is gewoon heel lastig voor zo'n land, want die hebben geen haven. En als je geen haven hebt, dan duurt het heel lang voordat je je landbouwproducten bijvoorbeeld bij de haven hebt. Want ze moeten door bergen heen. En doordat ze nu een traject kunnen bouwen van Lesotho naar de haven, zal het binnenlands product veel sneller vervoerd kunnen worden. En daardoor zal ook het land beter. De mensen een beter leven kunnen geven. En ze kunnen dus de landbouwsector daarmee ondersteunen. En kunnen ze ook, dat proberen ze, om investeringen aan te trekken. En de overheid die ondersteunt het erin. Die geeft dus ook banken of verzekeringsmaatschappijen of wat dan ook toestemming om een investering te doen in dit traject. Heel mooi. En als je dan kijkt, het microklimaat in de wagons, die zijn ook helemaal onderzocht. Dat is een gezond klimaat binnenin. En dat heeft zijn effectiviteit bewezen van plus 50 graden, maar ook bij min 50 graden. En deze ontwikkeling van luchtuitwisseling in de cabine wordt continu gevoed met een bepaalde hoeveelheid frisse lucht, om dat te compenseren met de uitgeademde lucht van de passagiers. En wat ik al zei, dat is getest van min 55 jaar tot 60. En de temperatuur blijft ongeveer tussen 18 en 22 graden. Nou, Nigeria heeft inmiddels bekendgemaakt dat ze gaan bouwen. En nog een land meer zometeen. En dan zie je rechts een plaatje onderin. Tinkat Island, dat is een eiland. En die gaan bouwen naar de stad Laos. En dat is 20 kilometer. En die 20 kilometer die gaat 280 miljoen kosten. 280 miljoen dollar. Maar dat is het eerste traject wat bekendgemaakt, een van de eerste trajecten die bekendgemaakt zijn. Dus dat is voor zo'n land een ja, heel grote verbetering. Maar ook de reistijd natuurlijk, hè? En dan heeft de RTA heeft inmiddels op de tentoonstelling in Berlijn, op de IJdeRands, heeft die bekendgemaakt dat zij de traject gaan bouwen in Dubai. En dat Chinitsky het traject heeft gewonnen van 15 kilometer in de stad Dubai. En dat werd niet aangekondigd door Janitski, maar door de RTA zelf. En dat is zo met alles. Eerst moet het land het zelf aankondigen. En dan pas mag Janitski het naar buiten brengen. En voor die tijd mag hij alleen maar naar buiten brengen dat er landen zijn komen kijken. Dat er burgemeesters of bedrijven zijn komen kijken. Maar hij mag verder niet vertellen wat er nog meer is. Totdat het land het zelf naar buiten brengt. En dat heeft nu dus Dubai ook gedaan. In Dubai heb ik een filmpje van gezien, dus hier heb ik het even vertaald naar de Nederlandse tekst. Dan zie je wat ze naar buiten hebben gebracht. Dat het dus totale lengte van 15 kilometer wordt, 21 stations, dat het zich verbindt met de meeste gebieden van Dubai, dat het een futuristisch model is, en het ontworpen POTS, want zo heet het daar, ze heten POTS. En die kunnen via torens, bouwtorens, de grote woontorens, van station naar station gaan. Ze kunnen in die woontorens gewoon de stations maken. Het zijn unieke ontwerpen en daar zijn ze gewoon heel blij mee. Hier hebben we een aantal stations die ze getekend hebben. En dan zie je ook bovenop de stations, de twee onderste plaatjes, dat daar eventueel een helikopterlandingsbaan kan zijn. Dat is ook heel mooi. Maar vooral beurzen zijn voor hun heel belangrijk. Want de beurzen geven aan dat de verkoop van dit traject overal gedaan kan worden. Beurzen zijn zo belangrijk om daar te staan. En ze staan dus op de beurzen waar ze denken er belang bij te hebben. En hier zie je dat ook bedrijven uit verschillende sectoren daar stonden. En dat waren ongeveer de sectoren van de weginfrastructuur, het openbaar vervoer, ook van verkeersveiligheid en van informatietechnologie. En de vertegenwoordigers die er waren, die kwamen kijken, waren van het staatsdepartement van Arbeidsjan, maar ook het ministerie van Transport, het ministerie van Communicatie en de Hightechnologie en de metro-industrie, industriële overheidsinstanties en bedrijven uit de wegenbouw. Kijk hoe belangrijk dit is. Zie dus hoe goed dit is en hoe goed dat het bedrijf bezig is om zich overal bekend te maken. En dan nou zijn er wel mensen die zeggen, ja, maar wat er nu allemaal gebeurt daar, wij krijgen daar niks. Maak je niet druk, helemaal geen probleem, want ze hebben gezorgd voor dat alles gewoon netjes geregeld is. En het geld zit helemaal niet in Rusland of wat dan ook. Ze hebben in alle andere landen van de wereld, drie verschillende plaatsen, hebben ze hun geld zitten. En dat is bij Vanuatu, bij Australië. Het is bij de Cayman-eilanden. Maar ook op Cyprus. Dus als je dan bekijkt, is het gewoon verdeeld over de wereld.
Ze zijn echt niet dom bezig. Houd daar maar rekening mee. Ze weten heel goed wat ze moeten doen. Als je dan hier kijkt, de wereldkaart, dan zie je hoe netjes dat verdeeld is over de wereld. En we kunnen verwachten dat straks niet snel in Europa iets gebouwd gaat worden. Die doen gewoon heel moeilijk. Maar wat denk je van de Aziatische landen en van Afrika? Daar is nog amper vervoer. Daar zijn slechte wegen en daar wordt veel gebouwd. Dus maak je niet druk dat wij er weinig van horen. Wij moeten gewoon zorgen dat we bedrijven ondersteunen, dat we ze zorgen dat er gebouwd kan gaan worden. En dan is het voor ons helemaal niet belangrijk waar ze bouwen. Als ze maar bouwen. En als je dan kijkt, zelfs de Emiraten hebben goedkeuring gegeven aan het crowdfunding platform. De regering van de Verenigde Arabische Emiraten, de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dat is de vicepresident en premier van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Dubai, die hebben het gebruik van crowdfunding in de publieke en privaatsector goedgekeurd om nieuwe projecten te financieren. En de Sheikh merkte op dat crowdfunding een van de beste manieren is om financiering te krijgen voor innovatieve zakelijke ideeën die jonge innovators en ondernemers zullen helpen. Ook jonge bedrijven zoals het bedrijf Chinese Stringtechnologie. En ze hebben voor het werven van fondsen, voor de uitvoering van eventuele projecten en ideeën, op speciale platforms toestemming gegeven. Dus hoe mooi is dat? Dan heb ik hier nog een mooie afbeelding van het traject in het Citypark. Dat daar ook een hele presentatie is geweest. Helemaal verteld is hoe het allemaal in het Citypark eraan toe ging. Een heel filmpje van. Kun je ook terugvinden. Kun je allemaal terugvinden in je eigen back-office. Ga daar eens naartoe. Ga eens kijken bij nieuws. En dan lees je alles. Je krijgt zelfs mails ervan. Als ze in het Russisch zijn, vertaal ze. Dat kan ook. Je kunt alles vertalen. Dan kun je met alles op de hoogte blijven. Maar als we het samenvatten, dan ondersteunen wij een bedrijf om iets te bouwen wat nog bijna niemand kent. Het is een bovengronds transport van U-Sky en het is innovatief, veilig, snel, economisch eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. Heel belangrijk. Als je dan kijkt, in 1978 is Anatoly Yuninsky al begonnen met denken hoe hij iets kon doen. En door de tijd heen is het alleen maar verbeterd. En vanaf 2014 heeft hij gewoon een vast een idee en heeft hij hulp gekregen van de mensen om hem heen. Onder andere van de mensen van Skyworld Community. En die hebben samen gezorgd dat via het crowdfunding platform er geld binnenkwam om dit te bouwen. Hoe mooi is dat? We zitten nu in fase 14.3. Hierna is alleen fase 15. We gaan nog proberen in het land presentaties te geven. Kom naar die presentaties, kom luisteren, kunnen we nog veel meer vertellen. Ik moet hier zorgen dat ik binnen een uur alles verteld heb, want langere tijd krijg ik er niet voor, dus ik moet een beetje snel zijn met alles. Ik ben misschien een beetje snel met praten, sorry daarvoor. Maar zorg dat je hier komt om alles te kunnen zien en te horen hoe het nog allemaal meegaat, want we kunnen veel meer laten zien nog. Maar waarom investeren mensen in U-Sky? Dit sneltransport stoot geen schadelijke stof uit. En de atmosfeer blijft daardoor gezond. En hier in de steden is het af en toe ook al heel slecht. En wat denk je dan in Aziatische landen? Daar is het nog veel erger. Die landen zijn heel blij dat ze dit mogen bouwen. En als je dan kijkt dat je voor de aanleg van een kilometer van deze snarroute minder dan 100 vierkante meter land nodig hebt, dat is een oppervlakte van een bospad. In alle steden, ook in Nederland, is het gewoon dat je binnen een snelweg is altijd een groenstrook. Ze kunnen op zo'n vergroenstrook zelfs een pilaar zetten en dan kan gebouwd worden. Er hoeven geen grote vergunningen gegeven te worden om extra uit te breiden. Zo'n bedrijven kunnen gewoon op zo'n groenstrook bouwen. Helemaal niet moeilijk. Als je dan kijkt naar de aanleg van snaarbanen, de natuurlijke landschap niet zal veranderen, maar ook in bossen en bergen de zuurstof behouden kunnen blijven, dat er geen bomen gekapt hoeven te worden. Hoe mooi is dat? Als je dan kijkt, wat ik net al zei, er veelbelovende gebieden zijn in het Midden-Oosten en Azië. En daar is ook de bevolkingsgroei natuurlijk heel erg. Zoals in India en Pakistan. En daar zal het veel eerder allemaal geaccepteerd worden om te bouwen. Want dan hebben ze weer mooie wegen. Hier zal het een beetje moeilijker zijn in Nederland. Maar gegarandeerd dat er ook gebouwd kan worden. Want wat denk je van in Nederland, in het noorden, van Groningen. Die willen allemaal eigenlijk een vervoer hebben richting Amsterdam. Er wordt heel moeilijk over gedaan. Dan kunnen ze dit project mooi bouwen. Het zou heel goed zijn om dat te doen. Milieuvriendelijker als wat ze nu willen gaan doen. En goedkoper. Geld wat ze voor klaar hebben liggen, kan veel meer gebouwd worden als dat gebruikt wordt voor het traject van Chinese Stringtechnologie. Als we dan verder kijken. Sorry.
ben een beetje verkouden, maar doe mijn best. Als je dan kijkt naar de officiële internetsites van Anatoly Yunitskiy, wil je daar iets meer van weten? Wil je meer van de technische dingen weten? Dan ga je naar de bovenste, links. Dan zie je heel veel van de technische informatie en wat daar allemaal is en wat voor vergunningen en goedkeuringen te hebben. Maar wil je meer lezen, dan kun je rechts gaan naar de Yunitskiy.com en dan nieuws. En dan lees je alles in duidelijke bewoording en dan kun je je hartje ophalen wat er allemaal al gedaan is en dan sta je van te kijken. Heb je echt, want de meeste mensen kijken amper ooit ergens, ga eens kijken daar, zoek dat eens uit hoe het gebeurt allemaal. En dan zie je dat je in een heel uniek project zit. En dat wij dat mogen promoten. Ik wil nog eventjes toch de nadruk nu opleggen dat wij hebben woensdagmorgen afscheid moeten nemen van een goede collega Ines, waar ik heel veel mee samengewerkt heb. En die heeft het niet langer in deze wereld kunnen volhouden. Ze heeft me heel goed geholpen. Ik wil ze daar nog heel erg voor bedanken. We hebben zo goed samengewerkt. Ze heeft veel voor me gedaan. Ik ga ze echt missen. Earl ook. En bij deze wil ik ze toch nog even in het zonnetje zetten. En dan wil ik u verder nog onze telefoonnummers geven. Als je verder vragen hebt, bel me op. Vraag ernaar wat er is, of als je iets niet snapt of hulp nodig hebt. Earl en ik zijn ervoor om jullie uitleg te geven, om alle vragen te beantwoorden. Wij kunnen heel moeilijk de mensen die niet in onze lijnen zitten bereiken. De mensen die in onze lijnen zitten weten alles wel, maar de mensen die niet in onze lijnen zitten, en ik zie het er nu toch wel een aantal rechts, Arnold bijvoorbeeld, je mag me bellen Arnold, hè? Die niet in onze lijnen zitten, maar waar we ook zeker voor zijn om te helpen. Ik wil iedereen helpen, ook Earl, want wij willen ook in Nederland zorgen dat veel mensen hier een investering in gaan doen, want ze hebben geen idee wat dat voor hun verdere leven zal betekenen als ze nu goed doen en iemand helpen die iets heel unieks in de wereld aan het bouwen is. Nou, bij deze zou ik willen zeggen, dankjewel voor het luisteren. Ik zie dat ik ruim binnen de tijd ben. Ja, daar heb ik niet zo'n erg in. Ik moet vlug zijn. Dat ik denk, normaal was ik altijd, had ik een uur nodig. Ik ben er nu wat sneller in geweest, zie ik. Maar ik zou zeggen, in januari gaan we weer onze presentaties doen op locatie. Ook de groep van Ines. Die gaan we nog een keer apart bij elkaar roepen. Kom allemaal, ik zie hier ook mensen van Ines zitten. Kom dan luisteren en dan gaan we jullie eventjes weer helemaal op de hoogte brengen. En dan wil ik u voor dit moment bedanken voor jullie aandacht. En tot hopelijk een keer, tot ziens op een locatie waar we elkaar persoonlijk kunnen spreken. Dus bedankt voor alles en tot de volgende keer.